als de mensen van Tio kijken, dit is echt, echt niet zo'n heel fijn systeem. Dus. Nou, ik vind het voor Tio in nog wel prima. Alleen als je in Tio bent, is het een soort hoge veilige gevangenis. Je kan geen één deur door. Ja, klopt. De eerste verdieping is ook geheim. Ja. Dan moet je de magic hier. Ja, dit is geheime verdieping, zo'n penthouse ding. Pentverdieping. Zoals je ziet, doen wij niet aan marmeren. Maar wij doen gewoon sociale voorbereiding in plaats van wedstrijdvoorbereiding. Het is gewoon praatsessies. We zijn weer in Nederland, Marco. Lekker hè? Lekker. Gewoon het oude vertrouwde Tial. Wat je Tial. Dus ciao. Lekker, ja. Ja, dit is de eerste keer dat de Tialf mensen, de Nederlandse schaatsers, ons in vol ornaat zien met onze nieuwe kleding. Outfit. Yeah. Nu zijn we echt impressed. En Mark is er weer. Die hebben we de laatste paar dagen gemist. Ja. De verloren zoon. Ja. Hij is weer reunited met de ploeg. Yeah. Ja, heb je ons gemist? Ja, ah, yes. Ziele, wat een hechte familieband hier in de ploeg. Jongens, zijn jullie een beetje goed uit de reis gekomen? Even snel. Ja, ik ben heerlijk uit de reis gekomen. Ja, want ik heb gevlogen. Kijk, echt wij waren, lekker. En jij? Wij waren als laatste met de bus, maar je kon heerlijk lekker afwisselen met Len. Achter in de bus kon ik zo helemaal gestrekt zo lekker liggen slapen. Ah, lekker. Ja, dus we hebben een goede reis gehad. Vandaag zijn we in Deventer voor de eerste Holland Cup van het seizoen. En die heet de IJsselcup. Ik neem jullie even mee naar binnen. En hier zijn de eerste tickets voor het NK te behalen. Dus we gaan zien wat de jongens gaan doen en gaan maken vandaag. I just wanna be part of your symphony! Nice! Die laatste toon die hield ik goed vast. Wat is dit, Maarten? Heel mannelijk. Nico Zorn komt eraan hoor. Ja. Titelsong weer.